Hey, leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Theekamp TV. Ik sta nu voor Theater De Meente in Steenwijk, waar vanavond het RSG Schooltoneel plaatsvindt. Ze spelen de musical Elektra en ik neem je eens mee in de voorbereiding vlak voor de show. En we gaan natuurlijk eens kijken wat het publiek ervan vindt. Kom mee. Aaron Jassies, afgelopen jaren heb je altijd een rol gehad in het RSG Schooltoneel. Maar dit jaar heb je geen rol op het podium, geloof ik, hè? Ja, dat klopt. Wat is dan jouw taak dit jaar? Ik ben dit jaar actief als begeleider van de band die op dit moment wordt spelen. Waardoor ik je nauwelijks versta. Ze maken inderdaad al behoorlijk wat kabaal hierachter. We zullen proberen hard te praten. Wat houdt dat in, een begeleider van de band? We hebben heel veel gerepeteerd de afgelopen half jaar. Dus vaak ook op avonden en op vrijdagmiddagen. En dat heb ik niet alleen gedaan. Dat heb ik samen met Marielle Hemming gedaan. Allebei van de RSG. En hopelijk komt er vanavond uit wat wij hebben geoefend. En wat bij het oefenen heel goed ging. Nou is het volgens mij behoorlijk veel rockmuziek. Komt dat ook uit jouw mouw, zeg maar? Nee. Dat is allemaal uit het script van Jacques Locke, de schrijver van dit stuk. Hij heeft alle nummers geschreven, vertaald en de band voert ze uit. En nou zei je net aan het begin, de timing is vanavond heel belangrijk. Timing is heel belangrijk. Als straks de band op het juiste moment de nummers inzet, allemaal, dan ben ik heel tevreden. Harold Pieper, jij bent de drummer van de band, de gelegenheidsband volgens mij, want dit is niet je eigen band, hè? Nee, klopt. Dit is speciaal voor deze musical, deze band samengesteld. En nou is dit ook niet je eerste keer dat je hier op het podium staat? Nee, klopt ook. Ik heb hier al een paar keer gestaan met Session Nightlife en met de musical ook al een keer, dus ben hier wel bekend deze zaal. Ja, nou heb jij een paar keer dus ook de musical gedaan. Merk je dan ook nu voorafgaand aan de uitvoering toch nog een beetje spanning? Nee, niet echt. Ja, natuurlijk, gezonde zenuw heeft iedereen wel, maar echt spanning, nee. Nee, gaat goed komen, daar ben ik van overtuigd. Daar hebben we 7 maanden hard voor gewerkt, dus dat komt helemaal goed. Jullie spelen heel veel rockmuziek, is dat een beetje jouw genre? Dat zeker weten, ik ben een echte rocker, metal, vind ik ook eerlijk, maar ik ben een echte rocker, dus daar zit ik zeker goed in. Nou, we gaan het meemaken. Dankjewel, veel succes straks, Harold. Graag gedaan, dankjewel Joey. Dag jou. Je ziet de band nog spelen op het podium. Ze zijn nog eventjes aan het repeteren voordat we live gaan. Voordat de uitvoering gaat beginnen van het RSG Schooltoneel. De musical Elektra. We gaan nu eens kijken in de coulissen. Achter de coulissen moet ik zeggen. En bij de kleedkamers. Want volgens mij zijn ze met de grim bezig. Ga je mee? Nou wordt het voor mijn cameraman een uitdaging. Want dan moet hij een paar trapjes af. En dit is voor het eerst dat hij volgens mij een camera in zijn handen heeft. Dus we gaan eens even kijken. Dit is het hart van het theater. Je denkt vaak het hart is de zaal. Maar dat is het eigenlijk niet. Want het gebeurt allemaal backstage. Hè? Daar zit de meeste voorbereidingstijd. En die uitvoering is dan eigenlijk nog maar een formaliteit. Dan zien we onze drummer Harold weer voorbij komen. Ik ga eens eventjes hier kijken. Want er zitten hier een aantal dames. Die zijn aan het nagellakken volgens mij. Eens eventjes kijken. Wie ben jij? In de musical, Clytemnestra. En wat houdt zij in? Zij is de koningin van Mykenæ. Dus we hebben gelijk een mooie belangrijke rol te pakken. Zeker, ja. En nou zie ik dat je helemaal in het zwart bent, inclusief je nagels. Momenteel wel, en het is eigenlijk paars. Maar straks komt er een jurk en een mantel en hakken bij. Zelfs van 13 centimeter, dus dit is voor ensemble. Ik dans ook nog. Je danst ook nog, dus je hebt een beetje een dubbelrol. Ja, eigenlijk wel, ja. Ik wens je heel veel succes en sterkte. Bedankt. We gaan eens eventjes verder richting Grim. We lopen bijna iemand onder de voet. Sorry daarvoor. Eens even kijken. Mag ik hier binnenkomen? Ja hoor. Kijk, want er wordt hier nog druk gegrimd. Volgens mij is dat jouw taak, het grimmen? Ja, onder andere. Hoeveel mensen heb je nu onder handen gehad? Veel. Je bent de tel kwijt? Ja. Wat vind je nou leuk aan het grimmen? Dat je iemand volledig kan veranderen. We lopen nog eens eventjes weer de gang op. We gaan eens even verder kijken. Oh kijk, er staan hier heel wat bijzondere figuren. Goedenavond, mag ik even binnenkomen? Ja, nee? Van jou niet? Ik heb een Ja, dat klopt. Wat staan hier een prachtige... Ja, wat zijn jullie eigenlijk? Soldaten. Soldaten? Ben jij in het dagelijks leven ook soldaat? Nee, we zitten in het ensemble. En dat houdt in? Nou, dan zing je en dans je af en toe. Dan zing en dans je af en toe? Ja. Want af en toe dan moeten we zingen en dansen en af en toe dan moeten we gewoon als soldaat op het podium staan. Gaaf. Klaar voor? Ja. Nou, veel succes dan. Ja.
Nou, volgens mij hebben we heel wat mooie rollen voorbij zien komen al. De musical gaat zo meteen beginnen. Elektra van het RSG Schooltoneel. Dus wij gaan gauw weer richting podium. Kunnen we de zaal in? Kunnen we klaar gaan zitten? Want volgens mij is iedereen er klaar voor. Leuk dat je keek naar een nieuwe aflevering van Theekamp TV. Vergeet hieronder niet eventjes een like en een reactie te geven. Je kan je hiernaast nog even abonneren. En kijk vooral volgende week weer. Je zag nu de voorbereidingen van het schooltoneel van de RSG. Volgende week gaan we ook eens kijken wat de reacties vanuit het publiek zijn. En van de spelers en organisatie na afloop. Volgende week dus een nieuwe Theekamp TV. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.